de henderlid niet wil in de boven. Oh, nou, dat is een bekend probleem bij ons. Dus we gaan gewoon even kijken wat er aan de hand is. Oeps. Nou, de wielen doen het in ieder geval goed. Nou, we zullen even zijn jasje opentrekken. En dan kunnen we kijken of we bij het inwendig kunnen komen. Want er zijn natuurlijk van die fabrikanten die zeggen wij maken dat en mag nooit meer open. Zo. Kijk eens even aan. Ik zie nog huisdieren ook erin. Dus... Ah, kom maar. Zo, leg er maar uit. Er zit een handvat en in dat handvat daar zit een stangetje. En waarschijnlijk is dat stangetje, wat dus die beide poten bedient, is dat gebroken. Nou, gelukkig kunnen we het handvat met 2 schroefjes losmaken. Ik neem er even een bakje bij. Ah, hier zitten nog een paar schroefjes. Nou, ze hebben het degelijk in elkaar gezet, hoor. En er komen ook kapotte onderdelen uit, dus dat is al goed. Hoe meer kapotte onderdelen eruit komen, hoe beter het is. Dan weten we tenminste wat er stuk is. Maar ik moet kijken of ik hier dus aan dat mechaniek wat er dus in zit, of ik daar een vervanger van kan maken. Of het hele mechaniek, of een stukje. Kijk, hij heeft er ook een stukje, een tijdje naast gezeten. Dat kun je zien aan de slijtsporen. En het ene busje, dat is mooi recht. Het andere busje is, ja, scheef. Dus we moeten even wat maken. Ik heb oude blikjes, hè, heet dat. Ergens van. Maar je moet natuurlijk zorgen dat je iets ergens van kan maken. Ik heb hier een mooi beugeltje. Ik denk dat ik dit ga doen. Ik ga het blikje plat slaan. Een hamer erbij, een blok hout. Nou, dat hoort er ook bij, hoor, een hoop herrie. Zo, nou, in ieder geval een passend blikje. Een fabrikant die zegt klik klik en dan zit het in elkaar. En je moet leren kijken dat je denkt als de fabrikant en dan moet je andersom denken. En soms even een YouTube filmpje kijken, hè, want dan zijn er mensen die hebben het wiel al uitgevonden, dus dan hoef ik het niet te doen. En dan, ja, dan krijg je het vaak wel uit elkaar. Veiltje er langs. Nou, makkelijker meteen je nagels even doen, dus is dat ook weer gebeurd. Nou, in theorie zou dit moeten kunnen, hè, zo. Ik denk dat het heel mooi wordt. Zo, dan moeten we hier een gaatje in boren. Voor de begeleider. Oké. Mooi. Nou moeten we het aan elkaar gaan maken. Het breien. Nou, ik heb ongeveer 30.000 schroefjes, dus er zal er altijd wel één passen, denk ik. Wij hebben een anekdote. En deze anekdote noemen wij de magische fietstas. Er zijn mensen die komen bijvoorbeeld met een afstandsbediening en die doet het niet. En dan komen ze hierheen en dan doet hij het wel. Wat gebeurt er in principe? De batterijtjes die staan vrolijk mee te hobbelen met de fietstas en die gaan langs de contactjes. En eigenlijk maken de batterijtjes, maken de contactjes net even schoon genoeg dat hij dus weer contact maakt. Maar het is natuurlijk wel leuk dat mensen dus zeggen thuis doet hij het niet en ineens doet hij het hier wel. Nou, ik zag dus dat mijn vervangingshulpstukje, hoe noem ik dat, dat die aan de brede kant is. En dat de fabrikant dan een paar ruggetjes gemaakt heeft in het gebeuren. En dat ik gewoon even een paar dingetjes even weghaal. Dus dat ik ertussen kan met mijn blikje. Nou, helemaal zwart geworden. Dat heb je met zwarte onderdelen, die kleine markt. Ja. Zo. Dan gaan wij dit weer montage, omgekeerde volgorde van demontage, hè? Zo heet dat. Spannende momenten. Doet u het of doet u het niet? Druk op de knop. Muziek. Ja. Kijk, als ik hem stevig indruk, doet hij het. Maar dan zie je dus dat hij hem dus niet meeneemt. Ja, dat zou je dan moeten helpen. Dat is natuurlijk de handicap geworden van deze koffer. Maar het is mij te leven. En dan is het een koffer met een gebruiksaanwijzing. En dan de voldoening. Dat je zegt van nou, het doet het weer. Ik heb nou net een rolkoffertje gehad. Ik denk nou, kijk, dit doet het weer. En in theorie zou je hem bij wijze van spreken meteen weg kunnen gooien. Maar ik heb de voldoening dat hij het doet. En dat is eigenlijk mijn... daar houdt het voor mij, dan houdt het dan weer op. En dan gaat iemand anders weer een andere voldoening hebben. Dan ziet hij, kijk, mijn rolkoffer doet het weer. Wauw. Ja, zo gaat het over van de een naar de ander.